Zover de uitreiking van de trofee. En wat hebben deze mannen nou echt nodig in het leven als je ze zo bekijkt? Krachttrainers. Hier zijn Johnny Knijf en Hector Romero. Dit is ook voor Koen. We zijn echt ontzettend trots op jullie. En, het is een is fantastisch om met deze jongens te werken, te mogen werken. Ik ken ze allemaal zo lang, maar net een ode, maar misschien een korte ode. Lennart, die de alleskunner, die is Europees kampioen in de skip. Hij stapt moeiteloos over in de top 4, wordt daar kampioen en ook nog eens een sketch op de taart. Gewoon, Olympisch kampioen. En Lennart, echt respect voor jou, echt fantastisch. En Finn, na een valse start een aantal jaar geleden in Tokio, baalde iedereen ontzettend van. Maar ja, dit was je debuut en je haalt goud. Ik weet niet, maar het is onvoorstelbaar. Deze is ook voor Koen. En Koen, we zijn al bij je en het is fantastisch dat je dat hebt gedaan. Maar Tone en Koen, ik ken je al zo lang, het is fantastisch. Het hele traject, ja, jullie zien nou hele blije jongens samen, soms zijn ze ook niet blij. En het is super zwaar af en toe om er doorheen te gaan. Maar ja, dit is gewoon, als je al helemaal niet vergeten, Tone heeft al 3 Olympische medailles. En staat hier. Ja. En staat hier vandaag en ik zag zijn, iedereen moet er wat voor opofferen, maar ik zag vandaag Zuko staan en in tranen. En, ja, ik vond het echt, het was zo pakkend, ja, allemaal wat jullie deden, maar ook echt, wat jij deed omdat ik je al zo lang ken. Echt, diep respect voor je, echt. De mannen nummer 4! Hallo jullie! Boven naar het midden, met de trofee, naar een knuffeltje van de krachttrainer, dat is natuurlijk altijd lekker.